Is ook niet helemaal goed gegaan. Let's go! Gas erop! Hallo mensen en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Onderweg met Johan. Ik sta hier langs de A20. We zijn onderweg naar Moerdijk. En ik heb vanmorgen al gelost in Woerden, Waddinxveen en in Moordrecht. Dat waren allemaal maar een paar kleine klusjes wat ik daar zo neer kon zetten. Maar nu ga ik naar Moerdijk en dan gaan we een betontafel lossen. En dat vind ik wel leuk om te laten zien. Daarna rijden we naar Kromvoort, daar kom ik leeg, dat is een camping. Daar heb ik nog het een en ander om te lossen. En dan daarna gaan we laaien in Waalwijk en dan moeten we keerwanden laaien. De keerwanden, dat zijn van die L-vormige dingen, zeg maar. En ik moet ze laaien van 4 meter lang. En dat vind ik wel een keer leuk om te laten zien. En die gaan we brengen volgens mij naar Els Nijmegen. En daarna moet ik in Littooien nog wat betonplaten gaan laaien. En dan komen we ook nog een keer naar Westervoort en moet nog naar Leusden en Eemnes. Dus we moeten een heel rondje door het land heen. Hartstikke gezellig. Ik heb even lekker mijn koffie gehad. Altijd lekker, hè? Even een bakje koffie mee voor onderweg. Is ook niet helemaal goed gegaan. Het staat goed vast. En we rijden hier net voor de Kiltunnel. Dat is de tunnel onder de Kil door bij Dordrecht. Het zal iets gebeurd zijn of zo, ik weet niet. Ik zie wel in de verte dat de stoplichtjes, de verkeerslichten, aanstaan. Dus geen idee, we wachten wel even. De weg is weer vrij. Let's go! Hier op Moerdijk zit eigenlijk van alles. Er zitten hele grote fabrieken, chemische fabrieken, op een overslag van containers, containerterminal. Containerterminal, op een overslag van allerlei goederen. Noem het allemaal maar op, het zit hier allemaal. En wij moeten hier zo zijn. Nou, ik ga me eens even melden op kantoor. Ik heb een naam, dus wellicht dat er iemand vanaf weet. Ja hoor, wat weet je ervan hoor? Zet dan meneer. Ik kom eraan. Oké. Ik film mijn werk altijd voor YouTube. Vind je het erg? Nou, ik hoef er niet op. Nee, hoef je niet op? Zou jij me anders vast willen houden als ik dat ding aan het lossen ben? Dat hoeft niet op, maar ik vraag dat gewoon aan mensen. Als ze het niet willen, dan plak ik hem ergens op. Plak hem ergens op. Ja, is dat ook best, doen we dat. Goedendag, hè? Hoi! Nou, klant was blij met tafel. Zat alleen de banken er niet bij. Nou ja, wie weet kom ik een volgende keer weer hier terug.
om de banken nog na te leveren. Maar ze hebben daar plastic stoelen staan, dus ze kunnen gewoon zitten. Hé, hey, er rijdt een collega van mij. Daar. Komt die, daar. Daar gaat die. Wie is het? Ik denk Remco. Nee, die heeft nog vakantie. Dan is het Wilco. Wilco! Nee, waar is niet Wilco? Want Wilco rijdt tegenwoordig met een voorloper. Ik ben de voorloper. Dit was Jarin, onze nieuwe collega Jarin. Jarin! Je bent gespot! Ha! Woesh. Nederland is mooi! Hij zat er wel mooi rijden hier ook binnendoor naar Kromvoort. Veel groen. Ajo, dankjewel. Yep. Echt Brabants landweggetje. Ouderwetse klinkers. Hobbel de bobbel, zo gezegd. Kijk, dan hebben we de camping hier zo links. En dan hebben we hier rechts. Daar op de parkeerplaats, daar is opslag. Daar gaan we het neerzetten.
voordat je het weet, zijn we in Kromvoort. We vliegen echt door de dag heen. Even gauw 5 pelletjes lossen en een plaatje. Betonplaatje. En dan gaan we gauw verder. Bijvoorbeeld de vorken van een heftruck of van een kraan of van een chauffeur, weet ik wat, kunnen ze hem optillen. Maar waarschijnlijk zulke platen doen ze meestal met ijsoven tillen. Bellen. Hey, bedankt. Hij was benieuwd naar mijn video's. Nou, dan geven we hem even zo'n dingetje. Dan, Kijk eens aan, kom helemaal goed. Weer een volger erbij. Hey, fijne dag, hè? Hoi. Nou, zoals jullie zien is het karretje leeg. Oh nee. Zoals jullie zien is het karretje leeg. Dan gaan we naar Waalwijk. Herkennen jullie deze nog? Die heb ik gekregen van Tim, hè? Assen. Terug naar Festival Assen. Dit is merchandise. Ik moet normaal kopen. Ik heb mijn dingetje, mijn geurhangetje geruild toen met hem. Als je het wil zien, in mijn vorige video. Terug naar Festival Assen. Dan kan je het zien. Hartstikke leuk. Wat gaat hier gebeuren? Een drukte. Hey, allemaal op vakantie. Schoolkamp. Padvinders. Een pintje genomen. Dan mogen wij er hier 17 van laaien. Maar dan wel een uitdaging, want je ziet dat ze trapsgewijs gestapeld zijn. En er bovenin kom ik haast niet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misschien dat ik het red, met een beetje pech. Ja, ik kan de auto nog wel een keer verzetten, maar met een beetje pech moet ik aan de andere kant van de weg over het hek heen halen. Mocht er maar ook niet uit, dat kan wel, maar het is wel weer gedoe. Waarom doe ik dat luik open, vraag jij je misschien af. Nou, die keermannen zijn 75 centimeter hoog. En die luiken zijn hoger, dus ze blijven eronder. Als je een hele hoge keerwand hebt, dan kun je hem pakken en naar boven het luik neerzetten. Dat gaat nog niet. Alleen deze kant, ik kan hier deze kant bijna niks openmaken, kijk. Nou ja, even kijken hoe ik dat ga doen. Als we keerwanden laden, dan zetten we de klem smal. En doen we folie om de rubbers heen, want de rubbers zijn zwart.
en geeft er nogal af. En als je dan zo'n dingetje knijpt, dan komen er vlekken op. En door middel van folie eromheen te doen, voorkom je dat. Dan blijven ze mooi schoon.
Zo laai je dus keerwanden. En nu zijn dit nog kleintjes. Ze zijn slechts 75 hoog. Als je die hele grote jongens hebt, zoals daar, dan worden de voeten ook groter. En dan is het best wel puzzelen om een aantal erop te krijgen. En je zit ook altijd gehad met de klem. Maar we moeten de klem nou weer laten. Nu kan ik hem hier een beetje omheen klemmen. Het is niet ideaal, maar doe maar. En je moet zo uitkijken bij die rotdingen. Oh, ik ben blij dat ik zo slank ben. Kijk. Nou is dit is de voet, dus dat is helemaal niet erg. Dat komt in de grond. Zie, beton is echt heel sterk. Dat kan niks hebben. Nou is dit niet erg hoor, maar... Wat moet je met die latjes zou je zeggen? Nou, dat zijn veel latjes. Veel latjes. Kijk. Hier doen ze zeg maar de keerwanden, die komen zo allemaal langs elkaar te staan. Dus deze zo tussen zo. En dan schuiven ze die andere er tegenaan. Of dat goed. Dat straks ook in het begin, ik weet niet of je het zag. Stoot ik tegenaan met de klem. Hartstikke zonde, ja, net wat ik zeg. Beton is heel sterk, maar het kan niks hebben. Als je even tegen een hoekje aan bots, is er gelijk een hoek af. Maar goed, zit weer op. We gaan naar, we moeten eigenlijk mee naartoe, joh. Elst Nijmegen. Daar gaan we heen. Ik doe even de luikjes dicht en dan kunnen we gaan. Hey. Is dat goed? Jou ook? Zit met jou ook? Ja. Het is wel jammer, ik zet er precies de camera uit. Maar die man die vroeg wat ik aan het doen was, dus gaf ik even een geurhaantje. Even uitgelegd. Die man. Hij vond het hartstikke leuk. Toen zegt hij, hey, werk naar uw zin, dan krijg je nooit de pest erin. En ik, hey, die kunnen we meenemen vandaag. Op Kees was dat. Op Kees. Tot de volgende. Ik heb net al even op Google Maps zitten kijken. En ik moet volgens mij bij de Heinz Ketchup fabriek. Moet ik zijn. Vrachtwagen voor Heinz. Rechtsaf. Ik mag hier eigenlijk niet filmen op de fabriek, maar daar staan ze. Netjes gelost, klantje weer tevreden. Ik durf gauw de luiken dicht en dan als een speer gaan we naar Westervoort. Samen open nu. Hey. Kijk, die dingen die ik nou moet laaien is ook heel wat anders dan steen, hè? Ook heel kwetsbaar. Zijn zitelementen. Moet ik heel voorzichtig mee doen, maar. Het zijn toch. Spinnenweb. Het is wel leuk om te zien, hè? Het is nog een beetje een oude fabriek hier ook. Het is niet zo heel veel bedrijvigheid meer. Ze maken allemaal wat specialere dingen.
Die oude kraan. Die is nog steeds wel actief. Er komt daar een boot te liggen. Gaat die het grind en het zand zo uit de boot zo. Daar in de vette is de brug tussen Westervoort en Arnhem. En die dingen ga ik hier laden met dat ding. Die hebben we er ook weer op. Altijd ook voorzichtig zijn met die zitelementen. We hebben lekker een bakje koffie mee gekregen voor onderweg. Helemaal goed. We zijn nu dus in Westervoort, daar rijden we weg. Dan moeten we nog gaan laaien in Litouwen. En Litouwen, dat ligt achter Os. Daar in die binnenlanden. Hallo. Maar dat is ook niet echt zo'n dorpje dat je zegt van de scheuren we even naartoe, snel weg af, laaien lossen en weer weg. Lopen binnendoor en gedraai en gekeer. Nou, geen gekeer, maar wel gedraai, rotondes. En eigenlijk, als we hem op route willen laaien, want wat ik nu gelaaien heb is voor Leusden. Nee, zeg ik voor verkeerd. Wat ik nu gelaaien heb is voor Eemnes. En in Litouwen gaan we laaien voor Leusden. Dus eigenlijk, als we dan op route willen rijden, moeten we eerst Eemnes lossen, dan Leusden, dat gaan we ook doen. Dus over deze zitelementen moeten we in Litouwen even eraf gooien. Dat ruimt, in Litouwen eraf gooien. Dan die 25 plaatjes laaien in Litouwen, dan deze banken er weer op. Dan naar Eemnes, dan naar Leusden en dan naar huis. Gewoon een latertje. Het is nu 2:15. Het is op zich nogal vroeg, maar ik heb alles aan te doen natuurlijk. Want voordat ik in Litouwen ben, is het 2:15. Nou, voordat ik elke keer wegrij, ruim rekenen is het 3:30. Dan moet ik naar Eemnes. Een uur of 6 keer terug op de zaak of zo. Het is wat het is, hè.
deze platen, 25 stuks, komen daarop. 1, 2. Tada! Hier ook weer een lekker bakje koffie gekregen. En nu als een gek naar Eemnes. Gas erop! Nou, ik heb zojuist allebei de klanten even gebeld. En uiteraard zijn ze er straks allebei niet meer. Maar die ene in Eemnes waar we nou als eerste heen gaan, die heeft foto's doorgestuurd. Waar ik lossen moet en hoe ik rijden moet. Dus dat waren mooie, duidelijke orders. En die in Leusden ook. Ja, die heeft ook wat doorgestuurd en dus weet ik ook waar ik precies zijn moet. Dus het gaat helemaal goed komen. Zo, van die banken ben ik ook vanaf. Oh nee. We hebben weer een klant tevreden gemaakt met kwaliteitsspul. Dit is de Pon. Hier maken ze Volkswagen's auto's. De Volkswagen auto. Kijk, ik heb een foto gehad. Dat lijkt wel heel erg verrekt op elkaar, hè? Lossen! Nog eens mooie beelden, hè? Vanaf de kraan, zo, vanaf de klem. Zo. Ja. Doet die even, hè? De bom. De bom, even dubbelvouwen. We zijn leeg. Lekker naar huis toe. Even kijken wat we morgen mogen doen. Even avond vieren. Ik kom in drievoud voorbij, zie je dat? Ha! Giet, dat lachen. Hallo! We zijn gearriveerd bij de headquarters. Kom het! Vanavond, wow. Robert! Hey. Yo.
dan was mijn dagje weer wel. We zijn weer aangekomen op de zaak. Even kijken wat ik morgen mag gaan doen. Nu nog vaas klees eroverheen. Beetje showglim. De wielen zijn heet. Dus nu brandt het te goed in. Brandt. Zo, ik ben klaar voor vandaag. Ik hoef niks meer te doen. Morgen heb ik 3 complete blokvrachten. Ook wel eens lekker zeg. Hey. Nou, wieltjes zijn mooi schoon. Dus morgen rijd ik er weer netjes bij. Vond je dit nou echt geen leuke video? Dan toch hartstikke bedankt voor het kijken. Ja, zo is het ook. Vond je wel een leuke video? Gooi alle duimen de lucht in. Like en abonneer. En tot de volgende keer. Doei!